Sorry. Die mag je bij mij doen. Ja. Ja? Doen alsof je het leuk vindt, hè? Net klonk je het alsof je er geen flikker aan voelt. Ja, maar dat vind ik ook in dit gedeelte. Vraag het hemd van het lijf over seks en relaties. Ja, ja, ja. Maak je eigen woorden van. Ik moet van het hemd vragen, want je hebt je kleren aan. Leuk, hè? Hey, leuk dat je kijkt naar Ilvi. Vandaag zijn we met niemand minder dan Jeroen Post in gesprek over seks en relaties. Welkom Jeroen, leuk dat je er bent. Ja, nou ja, ik ben nog een beetje verrast, want ik weet niet wat je allemaal gaat vragen. Dat zul je zo gaan merken. Ik was er al bang voor. Jeroen Post was een van de meest bekende gezichten van Nederland in de jaren 90. Hij is bekend geworden met zijn boyband Velvet en was actief als presentator en VJ van TMF. Agent Post meldt zich, wie mag ik dienen? In 2005 stopte hij bij TMF en werd de presentator voor diverse programma's bij RTL. Is het nou ook dat ik op zoek ben naar de liefde van mijn leven? En hij treedt wekelijks op als DJ. In september 2018 was hij te zien in het RTL 5-programma Adam zoekt Eva Vips, waar hij naakt op zoek ging naar de ware liefde. Ik ga het ook echt doen, hè? Nou, we gaan het vandaag over seksualiteit hebben. Oh jee. Oh jee. Doe er helemaal niet aan. Nee? Nee, het is helemaal niks voor mij. Maar dat zegt iedereen, hè? Hey, wat ik wil doen is eerst eens even een aantal vragen met jou langslopen. En je kan kort antwoord geven, lang antwoord geven. Je mag ook zeggen, ik wil hier geen antwoord op geven. Hoeveel jokers krijg ik? 2. Oké. Okay. Ja? Ja. Oké. Okay. Want we moeten wel ergens een beetje leuke verhalen vandaag gaan krijgen. Kom maar door. Ja? Ja. Oké. Okay. Moet ik rustig beginnen of... Wat jij wil, wat voor jou goed voelt. Oh, jeetje. Naakt slapen of met bedekking? Naakt. Seks in de douche, jee of nee? Nee. Oeh, waarom nee? Want? Nee, het is veel te... Sorry, het is veel te vochtig. Je voelt geen rochel, man. Even serieus. Nee, ik vind helemaal niks. Denk je dat het voor man en vrouw anders is? Ja. Want? Gewoon, ik denk dat voor een vrouw op een bepaalde manier intenser is. Nee, ik vind samen... Weet je wat ik wel leuk vind? Samen douchen en inzepen, dat is fantastisch. Lekker samen douchen en intimiteit. Ja. Maar echt seks? Nee, gewoon even afdrogen, gas geven op het bed. Dat vind ik mooier. Dat vind ik prettiger. Mooi. Ben je een vaardige minnaar? Ja. Dus je mooi, een vaardige minnaar. Een vaardige minnaar? Ja. Ik zou zeggen, ben je een viesbeuk of niet? Nee, waar? Dat klinkt wat... Nee, ik denk het wel. Maar ik jij denk wil dat jezelf ik... wel graag een vaardige minnaar. Dat vind je beter om je daarmee te identificeren dan een viesbeuk. Ik denk dat ik mijn diploma's wel gehaald heb hoe ik dat het beste kan doen. Ja. Ja. Bestaat monogamie voor jou? Ja. Ik heb relaties gehad waarin ik monogaam ben geweest. Maar ik heb ze ook gehad waarin ik het niet ben geweest. En wat is dan monogamie? Monogamie is dat je met één iemand seks hebt. Denk ik, in mijn beleving. Maar ik bedoelde alleen meer te zeggen van in welke vorm... Ik heb wel om mij heen gezien bij mensen bijvoorbeeld... die hebben op hele andere manieren, zeg maar, relaties. Dus er is voor iedereen een weg naar Rome, zeg maar. Ja, maar als je dan kijkt naar die andere relaties... is daar dan sprake van monogamie, denk je? Als ik bij die andere mensen zie? Ja? Nee, keihard niet. Maar ik ken ook jongens die al... Dat vind ik knap, die zijn al jaren getrouwd. En het is, als je dan weet wat ze daarnaast nog allemaal eruit uitspoken, dan denk je, wow, waarom blijf je überhaupt nog getrouwd? Dat vind ik dan ook raar om te zien. Dat ik denk van, echt joh, ben je dan bang om alleen te blijven? Of vind je het dan... Nee, als ik dat zo echt zou hebben in een relatie, weet ik niet of ik wel door zou kunnen gaan met de relatie. Ja, maar zie jij jezelf wel oud worden met één partner waarbij sprake is van monogamie? Dat vind ik een goeie. Ik ben in het verleden niet altijd even goed geweest in relaties. Ik merkte dat ik het op een gegeven moment begon ik bepaalde zaken toch te verwaarlozen. Ik merk wel dat mijn ambitie soms heel veel overneemt in een relatie. En dat vind ik soms wel lastig. Als in, dan krijg je rekening houden meer met prioriteit dan je relatie. Ja. En is dan de relatie aan zich, dus inderdaad het rekening houden met en alles wat maar bij een relatie komt kijken, is dat dan wat je lastig vindt? Of is het monogaam zijn lastig? Beide. De verleiding? Ik denk beide, want in het begin gaat alles goed en de eerste paar jaar kan je dat heel goed handelen allemaal. En op een gegeven moment merk je toch ook wel weer dat de relatie verandert en dat... Want dan zeggen mensen altijd heel, zo heel mooi, ja, maar dan moet je het spannender maken. Maar dan denk ik altijd mezelf, nee, want ik leg mijn lat sowieso altijd al wat hoger en ik probeer er alles uit te halen. En dat iemand ook net zo gek is in haar hoofd af en toe als ik. Maar je komt er niet aan dat er een soort gezapigdheid komt in de relatie, mm-hmm, waarin je
meer bent dan alleen lovers en waarin die vonken over... dan ben je ook hele goede vrienden en dan ga je dieper met elkaar. Ik merk dat daar dan ook wel eens een twist kan zijn. Dat je denkt van, oké, en nu ken ik het wel, zeg maar, het spel met elkaar. Maar en, ben je dan bereid om daarin te investeren? Ja, tuurlijk. Nee, tuurlijk, hallo, dat is niet dat je dan meteen moet opgeven. Maar ik vind dat wel lastig. Want ik ben daar niet heel goed in. Omdat ik van nature geen zin heb in gezeik. En als iets te lang duurt bij mij, dat gezeur en energie vreet, dan, nou, dat doe ik met alles, hè? Dat doe ik ook zakelijk. Dus daarin denk ik wel dat het lastig is dat je niet altijd... je kijkt niet naar het beste relatiemateriaal. Zo eerlijk ben ik ook wel. Maar dat komt gewoon... Maar je bent wel een vaardige minnaar. Dat sowieso. Dat dan weer wel. Maar dat is ook wel leuk. Dat is ook een understatement. Want bij de ene persoon ben je gewoon letterlijk een pornoacteur. En in de andere versie denk je zo, die chemie is er totaal niet. En ligt het dan aan jou of ligt het aan de ander? Beide. Ik zal mezelf niet uitvlakken dat ik ook wel eens heb lopen klooien. Maar over het algemeen vind ik dat ik wel denk wel... Dat ik, ja, kan ik wel serieus zeggen dat ik denk wel weet hoe het spelletje werkt. En dat ik weet wat een vrouw nodig zou kunnen hebben. Of ik dat dan bij haar bewerkstellig is dan weer een twee natuurlijk. Of zij het dan is wat zij nodig heeft. Maar dat weet je toch nooit in het begin. Dan de volgende vraag. Zou een relatie bestaan zonder seks? Voor mij? Ja, voor jou of voor een of ander? Of een relatie. Ja, je kan toch platonische relaties hebben met mensen? Mm-hmm. Ja, maar als het wel echt binnen de context van een liefdesrelatie is? Ik heb hem nog niet meegemaakt. Maar ik geloof wel dat je... Ja, ik geloof wel dat het over intimiteit en diepgaan met elkaar... en elkaar op een bepaalde andere connectie voelen met elkaar... Dat ik geloof heilig dat je ook daar een heel, heel fijn, intens gevoel mee kan hebben. Ja. Maar zou dat voor jou weggelegd zijn? Ik denk dat ik zelf te fysiek ingesteld ben. Ik denk dat ik eerder zou denken van... ik vind die connectie vind ik wel heel fijn, zeg maar. Ja, dat je dus wel met elkaar wel de diepte ook in kan gaan. Vind je dat belangrijk binnen een relatie? Ja, tuurlijk. Communicatie is nummer 1. Dat is gewoon waardoor heel veel huwelijken en relaties gewoon niet goed gaan. En dat zie je om je heen. Nou, ik zie het iedere dag bij wijze van spreken. Kan je goed communiceren? Ja. Niet altijd. Ik denk als je een sterke vrouw naast je hebt staan met een sterk karakter, dan fluit iemand je ook op tijd weer terug, denk ik. Want jij laat je dan wel terugfluiten? Ja, ook ik laat me wel eens terugfluiten. Het lijkt misschien wel niet zo, maar tuurlijk. Gebruik je wel eens een seksspeeltje tijdens de seks? Voor mij is het prima als de persoon in kwestie... ik ga er niet harder zelf op of zo. Het is niet dat ik denk van... maar ik denk, ja, als het werkt om hetzelfde... Ik heb niet zoveel ervaring met speeltjes, als ik heel eerlijk ben. Het kan natuurlijk wel. Ik bedoel, ja. Nee, ik zelf eigenlijk niet zo. Niet echt. Hoe vaak hebben Nederlanders gemiddeld seks? Ik denk 3 keer in de week. Oeh, jij zit hoog in. Nou, op 7 dagen. Wat nou als ik jou vertel dat 5 van de 6 25-plussers heeft 3 keer per maand seks? Zo, die leeftijd ook nog? Nou. Ja, maar denk je dat tijden ook veranderd zijn en dat er misschien nu... Ook al van die van de twintigers worden hele andere dingen verwacht. Het is keihard veranderd. Mensen zijn veel te gefixeerd op al die porno-sites zoals RedTube, YouPorn, wat heb je nog meer? TubeEight. Ja, dat je die allemaal kent. Weet er wel een paar, natuurlijk weet je dat. Maar dat weet iedereen toch? Maar ik denk dat die kids van nu, zeg maar, die voor het eerst in die seksualiteit raken, die nemen een hele verkeerde maatstaf. Die denken dat porno dat de standaard is. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik bedoel, als je 15, 16 bent en dat gebeurt, ja, in sommige plaatsen hebben ze al groepseks. En in een ander geval is het alleen maar voor het eerst frunniken. Dus het is ook een beetje, alles wordt veel te hoog neergelegd. Dus mensen denken ineens dat je al een trio moet hebben gehad voordat je 16 bent. Dat is natuurlijk, ja, terwijl aan de andere kant, als je kijkt naar onderzoekscijfers. 5 jaar geleden had de helft van de jongeren op 17,2 seks gehad. Mm-hmm. Geslachtsgemeenschap echt gehad. Ja. En nu heeft de helft van de jongeren geslachtsgemeenschap gehad als ze 18,3 zijn. Oh,
Dus dat is in 5 jaar is dat wel een, gewoon echt het is degelijk een jaar geworden. Omhoog geworden. Ja, het is degelijk wel. Nou ja, ik was zelf ook pas 19 volgens mij. Heel laat. Ja, was het heel laat? Nou, ik vind dat wel redelijk laat. Want als ik hoorde, meisjes zijn vaak eerder al. Die zijn al rond 15, 16. Die zien er al wat volwassener uit, denk ik. Of die zijn veel nieuwsgieriger. Die lopen wat voor in hun denkwijze. Ik weet het niet. Dat is ook niet bij iedereen. Maar ja, het is inderdaad, meiden die gaan vaak voor oudere jongens. Ja. Dus daar valt altijd een soort van gat voor de 15, 16-jarige jongens. Want ja. De 15, 16-jarige meisjes gaan voor de 18, 19-jarige jongens. Ja, maar mijn eerste vriendje was volgens mij ook, die werd ook volgens mij 16 toen, of 15 of zelfs. Dus dat klopt wel. Welke vraag zou jij dan willen stellen over seks? Is er nog een vraag die jij zou willen stellen over seks? Aan wie? Aan mij, aan wie dan ook. Nou, nee, ik wil niet een partypoep, maar eigenlijk niet. Ik weet niet zo goed. Ben je alleswetend? Redelijk, denk ik. Ik ben wel op de hoogte. Kan je mij wat leren? Nee, jou denk ik niet. Ik weet toevallig wie je vent is, dus dat, nee, dan hoef ik dan niet... Nee. Nee? Dan ben ik wel blij dat je dan mijn vent de credits geeft. Ik denk en het niet nog mij. Niet. Oh nee, want ik denk dat het een samenspel is. Naar wiens seksuele verhaal ben jij benieuwd? En zou jij hier willen terugzien? Ja, natuurlijk Willem-Alexander. De verhalen uit zijn studententijd zijn natuurlijk bekend dat hij best wel van een feestje hield. Dus daarom zou ik gewoon die sleaze dirt van de koning best wel willen weten. Dat lijkt me juist wel lachen. Juist omdat we altijd dachten dat Willem-Alexander een beetje droog typeje zou kunnen zijn. Dan denk je van nee, maar er zit veel meer achter. Die moet op zijn minst een 50 Shades kamer hebben ergens of zo. Ja. Dat lijkt mij wel, dat zou ik wel tof vinden. Dan zou ik wel echt denken, ja, dat is mijn koning. Ja. Ja. Dan gaan we het dus even over jou hebben. En heel veel mensen die van nu zullen jou ook niet kennen. Van jouw vroegere periode bij TMF. Mm-hmm. Toen stond je in een leren broekje bij... Dat was bij de jongensgroep. Dat was bij de jongensgroep. Ja. Hoe was dat? Om je leren broekje... Ja, dat was prima. Nee, leren broekjes waren toen heel in, hè. Want zelfs Marco Borsato had er maar ook een aan. Dus doe niet alsof wij een of andere Twilight Zone hadden qua mode. Dat was toen heel erg in. Het was gewoon hip dat je gewoon een leren broek aan kon doen. Ja. En dat was toen ons ding. En we hadden, ja, toen waren we in een jongensgroepje. En dat was eigenlijk heel leuk. Dat was een leuke tijd. Ja. En een van de dingen waarvan ik denk dat het toch wel heel spannend is geweest, is Adam zoekt Eva. Ja. Om maar even iets te noemen. Het was een luchtige ervaring, ja. Ja? Uh-huh. Wat dacht je toen ze je vroegen? Ik denk, shit. Ze hadden al een keer eerder gevraagd. En toen zat ik net in een nieuwe relatie. Dus toen was ik sowieso, heb ik niet eens verder gevraagd. Dan gewoon van, nee, ik voel hem niet. En toen vroegen ze me een tweede keer. En toen ben ik eens verder gaan vragen. Wat zou het inhouden? Wat is het voorstel wat ze doen? Hoe ziet het eruit? Wat verwachten ze van mij? En toen dacht ik wel van, Oké, waarom ook niet? Ja. En hoe was het? Hoe was die hele ervaring? Ja, dat, je stelt je er van alles bij voor. Ja. Dat je denkt van, oh, dan ga ik zo echt... Ik had echt een paar keer zo van, oh fuck, ik ga het echt doen. Maar dat is dan meer dat ding in die paar weken daarvoor nog. En toen ik eenmaal daar naartoe ging, was het alleen maar... Weet je wat het was? Die hele crew heeft het je geen moment ongemakkelijk gemaakt. Ze doen er alles aan om je gewoon relaxed te voelen. Toen we eenmaal daar stonden, stond ik gewoon mijn ding te doen. En we gaan even leuke tv maken. En wat was jouw ding dan? Want was het inderdaad een kwestie van leuke tv maken? Of zat er ook nog ergens serieus van, hey, ik ga kijken of hier wellicht wat oprechts uitkomt? Ja, maar sowieso, je moet er wel oprecht in gaan staan. Ja. Je moet niet alles gaan omzeilen. En dat moet je ook met zo'n programma niet doen. Dus er komen mensen aan, die hebben voor jou gekozen. Dus die wil je ook een oprechte kans geven om eens te weten wat voor vlees heb ik in de kuip. Alleen, je bent wel inmiddels doorgewinterd dat je weet voor jezelf wat je heel belangrijk vindt en wat je vooral niet wil. En dat wordt steeds makkelijker natuurlijk naarmate je ouder wordt. En wat vond jij dan wel belangrijk? Want ik kan me voorstellen... als wij hier zitten, we hebben kleding aan, we hebben een bepaalde positie, neem je aan, een bepaalde rol heb je. Als je daar in je naakje staat, dan komt dat allemaal te vervallen. Ja, maar we zien toch allemaal hetzelfde eruit. Het is alleen een andere vorm en mate. Ja, maar toch... Nee. Hoe meer je dat denkt, zeg maar, hè, dat is even vanuit jouw perspectief. Ik kan nu zeggen hoe het al zo is. Ja. Het is wat het is. Ik ging al heel vaak naar de sauna. Als je al wat comfortabeler bent met naakt zijn... Mm-hmm. Dan is
dat tweede stapje naar zo'n programma. Ik heb natuurlijk helemaal niet door dat dat effect door heel Nederland gaat. Want dat voel ik helemaal niet. En ik denk er ook niet bij na in zoverre dat me dat überhaupt één moment zou boeien wat Nederland vindt. Ik heb daarvoor getekend. Ik weet dat daar kritiek op komt. Mensen hebben daar een mening over. Je weet dat je wat moet incasseren. Ja, kom maar. Ja. Had je van tevoren gedacht dat er iets zou gebeuren op het eiland? Nee, je maakt wel grapjes. Maar ik kan wel goed inschatten dat ik, met alle respect, maar ik vind het ook een beetje ordinair om te gaan porno op tv. Er zijn wel, ook ik heb een grens, je zal misschien denken van niet. Nee, ik weet hoe dingen overkomen op tv, dus dan zou alles wordt uitvergroot, godzijdank bij mij. Nee, maar zou het programma anders zijn geweest als je kleren aan had gehad? Ja, natuurlijk, want dan is de magie van het naakt zijn is er dan af. Ja? Is daar magie van het naakt zijn? Nee, het is niet. Nee, dat zeg ik misschien verkeerd, want er is alles behalve magie. Maar het klinkt alsof het eigenlijk dus gewoon ook niet heel erg seksueel prikkelend was, maar nee, dat was het ook niet voor mij. Alsof je net zo goed je kleren aan had kunnen hebben. Dat was het voor mij ook. Ja. Maar had je dat van tevoren gedacht, dat het eigenlijk dus zo niet sexy zou zijn? Nee, natuurlijk niet. Ik dacht dat het veel meer allemaal spannender zou zijn. Nee, ja, maar je zag ook afleveringen, had ik wel eens gezien en ook gehoord, dat er ook wel eens een en ander was gebeurd. Mm-hmm. Dat kan ook. Maar ik denk dan heel eerlijk van, ja, als je dan kijkt hoe droog en hoe gewoon en normaal er gesproken werd, daar was ook geen ingang te bedenken dat iets nog seksueel zou uitlopen. Want zelfs daarna, als de camera's klaar waren, zelfs dan zat je bij een kampvuur en zat je gewoon lekker ook met een cameraman erbij. En zat je gewoon met z'n allen van, nou, daar zitten we dan. En ik had twee sigaren meegesmokkeld. Dat mocht wel gewoon. En dan zat ik lekker zo'n sigaartje te roken. En weet je, dat was voor mij zo'n magisch moment. Dat je letterlijk gewoon aan het begin van die zee staat. Je hoort die zee op de achtergrond. Je ziet die sterrenhemel. Want je zit daar in de Filipijnen zit je nog helemaal vlak bij die evenaar daar waar je nog meer sterren ziet. Vuurvliegjes om je heen. Het was net zo'n fucking Disney film. Wilde aap op de achtergrond. En ik rook mijn sigaar en ik denk, waar ben ik nou weer beland? Maar een hele mooie besef. En had je op dat ene moment graag met iemand geweest met wie je dat had willen delen? Ja, natuurlijk. Want je merkt dat je... Ik ben zoveel aan het werk altijd. En daar was ook het realiteitsmoment dat ik toch denk van, ja, weet je, we leven ook nu. En ik leef niet over 10 jaar... als ik dan pas bepaalde doelstellingen misschien zou hebben gehaald. Zou je dan ook bewuster willen zijn binnen een relatie? En daar meer de tijd voor willen nemen, meer van willen genieten? Ja, ik vind het soms lastig, omdat ik ook... als ik opsta, heb ik heel vaak nog het idee van, oh, ik moet nog zoveel leuke dingen doen. En die ambitie overstijgt wel heel vaak de realiteit een beetje van het dagelijkse ding. En dan merk ik wel dat de relatie altijd achteraan staat. Ja, want kan dat dan überhaupt in jouw beleving wel met een relatie samen? Ja, nou ja, het kan denk ik wel. Maar dat heeft ook te maken met een vrouw die heel goed haar eigen ding ook moet kunnen doen. En jou heel veel je eigen ruimte geeft. Ja, en dat is niet altijd makkelijk. Maar is het onmogelijk, denk je? Nee, niks is onmogelijk. Just put your mindset through it. Het is alleen, wat verwacht je van elkaar? Het verwachtingspatroon moet wel heel duidelijk zijn dat beide partijen weten, dit is wie ik ben, dit is wat ik nodig heb, dit is wie zij is, wat zij nodig heeft. En daarin moet je proberen, alleen ik merk wel dat ik compromis maken soms wel heel lastig vind. En dat betekent, en dat komt omdat ik de afgelopen 10 jaar ben ik zo solistisch geweest in reizen en mezelf, alles voor mezelf moeten doen en onderweg zijn. Ja, dan ben je heel erg gewend om als een loner, zeg maar, te reizen. En dat is niet altijd bevorderlijk voor je relatie. Zou je zeggen dat je daarin egoïstisch bent? Ja, keihard. Ik geloof namelijk wel dat je, als je in je energie kan doen hoe jij je leven wil leiden, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je die vrijheid moet voelen. Dan kan jij ook met iemand samen zijn en kan je een heel leuk leven samen ook opbouwen. Maar dat betekent wel dat iedereen, dat je allebei exact moet weten, wat zijn jouw regels en wat zijn mijn regels. Maar bij mij is er geen zekerheid in mijn leven. Ik weet maandag redelijk hoe mijn agenda eruit ziet. Maar die kan woensdag alweer helemaal omgegooid zijn. En dan heb ik het niet over de klussen die al geboekt staan. Maar ik weet dat er op het laatst... Wij hebben zoveel handel op het laatste moment. En dat is vervelend, want dat is wel...
Dat je, weet je, mensen proberen mij wel eens bij te houden met wat je allemaal aan het doen bent. En ja, maar hoe zat het daarmee dan? Ja, nee, dat staat even in de koelkast. Maar je was toch daarmee bezig? Nee, dat is ook niet doorgegaan. We zijn nou dit. Ja, ik weet het soms niet meer, hoor, hoe het bij jou gaat. Nee. Dus wat zou een vrouw van jou kunnen verwachten? Je bent een vaardige minnaar. Uh-huh. Ik ben een hele lieve minnaar. Je bent gezellig, een leuk persoon. Maar ik ben ook iemand die heel graag op zichzelf is. En ik heb het ook nodig. Ja, en niet altijd even makkelijk. Ik ben soms ook best een moeilijke vent. Omdat ik ook nog niet alle antwoorden heb op alles. En soms ben ik ook niet zo goed in het rekening houden. Dus ik ben echt niet Pietje Perfect. Ik bedoel, eerlijk is eerlijk. Weet je, ik ben niet zo rock'n'roll. Ik ben eigenlijk best wel een... Ik ben weer gewoon saai. Ik ben eigenlijk gewoon heel degelijk. Ik ben wel een vaardige minnaar. Dat sowieso. Jeroen, dankjewel dat je er was. Dankjewel voor je openhartigheid en dat je dit met ons aandurfde. Graag gedaan. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet dan niet om een duimpje omhoog te geven. En wil je meer zien, abonneer je dan vooral op het kanaal van Ilvi. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei. Doeg. You.